Ja, welkom dames en heren weer bij het avondje voetbal. En dat begint weer met een wedstrijd van het Nederlands elftal dat speelt tegen Brazilië. Wij gaan er meteen heen, want ja, de wedstrijd begint of zo wat. Eén woord, en dat is, we moeten spelen, we moeten winnen, we gaan voor de 3 punten. Dat is wat Mark van, Bert van Marwijk zei. Maar ja, of dat ook zo is, gaan we hem leren. Dat eerste is eigenlijk liever. Wie verslaat deze topduel? In Nederland heeft het altijd moeilijk tegen Brazilië. Dat u dat maar alvast weet. Welkom in het... Ja, goedenavond. En u kijkt naar Nederland-Brazilië in het mooiste stadion van Nederland. Wembley, dat is voor Nederland-Brazilië een perfecte plaats. Gewoon op Wembley. Ja, mooi stadion kan je niet hebben. Maar ja, Julio Cesar, hij de doelman, schudt Brazilië de handen. En daar, ja, de fans in de volle moed. Hopen op een goed resultaat van het Nederlands elftal. Daar. Dus Brazilië. Nederland en Brazilië. Strijden voor de 3 punten. We zijn nu van start gegaan. Marcellus. Van Persie. Josué. Adriano. Ronaldinho. Eerste bal gepakt. Ronaldinho. En net 2 man bijna kwijt. Maicon is los. Ajax. En nou gaat hij. Als Nederland 6 punten haalt, dan gaat het in het laatste duel gewoon in het B-elftal spelen. Als Nederland alles had gewonnen. Maar ja, winnen van Brazilië is niet zomaar wat. Je moet er echt wat voor doen. Oer. Van de trap. Daar komt Kuyt. Marcellus. Weer Kuyt en dan, ja, de Jong. Bol kwijt. Marcellus, helemaal kwijt. Marcellus, dit is mooi. Marcellus, met de voorzet. Daar is Robben. Niemand dat hem helpt. Van de Vaart. Snijder. Robben. Kijk, Van Bronckhorst. Daar is hij, Robben. Redding. Robben is niemand. Robben. En weer. Julio Cesar. Oh, wat een dubbele redding. Een dubbelzijdige redding van Julio. Julio Cesar. Ronaldinho is aan de andere kant weg. Het begint een leuk duel te worden. Ronaldinho met het schot naast Nederland en Brazilië. Die strijden altijd om de eer. Het begint bij Julio Cesar. Dan Maicon en dan Ronaldinho. Ja, Nederland heeft daar heel veel problemen mee. En dan maakt hij hem hier al de hoek te moeilijk. Wembley Stadion. Het eerst van Nederland dus gewoon hun... toernooi inspeelt. Nou ja, Nederland tegen Brazilië is altijd wel mooi voor de 3 punten. Dan de wedstrijd Nigeria, Canada. Zonder u de tussenstand van de rust. De ruststand van ons mee te krijgen. En de eindstand van Persie. Daar is Robben! En dan zal die doelman nog heel goed wegkomen. Het begint bij de Jong. En dan Van Persie. Wordt hem weggestuurd. Van Persie haalt de achterlijn. En dan Robben. Tik. Net naast hoor. Hij glijdt er bijna binnen. Julio Cesar. Hij heeft daar moeite mee. Dit is een mooie actie. Kuyt. Met een voorzet. Daar is bijna de goal. Maar die komt er niet. Ajax is op zoek. Nou ja, niet Ajax, maar Ajax is op zoek naar een verdediger. En Nederland is hier lekker bezig op het WK. Kuyt. En balvries. Ronaldinho, kijken. Matthijssen neemt over. Matthijssen. De Jong. Nee, het is op de Jong. Het is op de Jong. Julio Cesar!
bezig. Hoekschop van Sneijder. Daar is de kans. Marcellus. Komt er ook. Daar is Robbenweer. Daar is Robbenweer. En dat is de goal. Van Dirk. Kut. Daar is hij dan. De 1-0 van Dirk. Kut. En wat een feest. Wat een feest van het Nederlands elftal. De voorzet die komt. Daar moet hij echt glijden. Dan de bal uit laten gaan. Maar ja, Marcel zegt nee. En dat is goed ook, Robben. En daar Kuit. 1-0. Hier nog één keer van een andere hoek. Robben. En dan Kuit. 1-0. Zo, wat een moment. Nederland staat 1-0 voor tegen Brazilië. Josué. Diego. Diego, Daniel Alves. Daniel Alves, bal terug. Hoekschop Brazilië. De hoekschop via de jong. Steek hem terug. Lange trap. Naar Kuit. Kuit. Goeie steek. Paas op. Sneijder. Die schiet Sneijder. En de redding is van Julian Cesar. Goed gezien door Dirk Kuit. Diego. Kaka. 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 Het zal niet Kaka. Kaka. Ontwijk alles. En dan geef je een slechte voorzet af. Stekelburg. Trapt hem hoog. Half uur gespeeld. Van de Vaart. Opgevangen door Marcon. Ronaldinho. Man is hij kwijt met een perfecte beweging. Adriano. En Adriano, ja, die wordt afgestopt. Robben. Ja, Robben die denkt ik ga er wel helemaal vandoor. Ronaldinho. Ronaldinho. Oh, Ronaldinho. Goeie paas. Diego. Oh, Stekelenburg. Het wordt Stekelenburg. Nadat Diego de bal nog aanschampte. Oh. Dani Alves. En Kuit. Kuit weet hoe gevaarlijk Barcelona kan zijn. Gilberto Silva. Diego. Diego. Het zal toch niet waar zijn. Diego. Goeie voorzet. En de bal terug. Stekelenburg. Zeg dankjewel voor de terugleg op mij. Gilberto Silva. Gilberto Silva, Ronaldinho. Ronaldinho, mooie beweging. Ronaldinho, Adriano, 1-1. Dan wordt het toch 1-1 via Adriano. Brazilië begint aan te komen. Begint kansen niet echt te krijgen. Maar ja, Adriano maakt het maar wel. Hier begint dat moment. De kobbel. Dan is er alles of niets. Dan is daar de paas. Tik. Ronaldinho. Oh, kijken waar ik kan. En dan dit. Hup, tik, boem. En dan Adriano. Hier nog één keer. Daar ziet hij hem in de hoek verdwijnen. En 1-0 is het gewoon 1 tegen 1. Nederland is meteen weer onderweg. Met Robben. Robben. Hoop dat daar Kuit misschien niet aangekomen. Bijna aan de goal. Maar zelfs weer. Toen met het 1-0 en nu is het 2-1. En dan de goal van hem. Wie is het? Robin van Persie. Nee, Rafael van der Vaart. Schitterend. 2-1 Nederland. Haho. 2-1 Nederland. Het begint hier de aanval met Robin. De aanval, de voorzet, dan nou, net niet geschopt. En weer komt als een speer Marcellus. Geeft een voor, 2-6 van hem. En dan Rafael van der Vaart. Schitterende goal. Nou, en zo is